Normaal gesproken zijn de indrukwekkende hekken dicht bij gebouwen als het Internationale Strafhof of Europol. Maar één dag in het jaar mag iedereen erin. En dat is bijzonder, want als je al in het Joegoslavië-tribunaal mag, dan wel graag aan deze kant van het glas blijven. Gisteren mocht de mens even in de rechtszaal en op alle knopjes drukken. Net als de rechters en advocaten van Milosevic. Ja, ik vond het heel indrukwekkend om dat hier op deze manier te zien. Dus we hebben zojuist de courtroom bezocht, een toelichting gehoord over het hele proces, hoe het in zijn werk gaat. Dan mag je normaal gesproken niet in, hè? Nee, dat klopt. Nee. Nou, het is wel interessant om dit te zien, want wij wonen hier vlakbij, niet zo ver vandaan. En dat was ook een reden om hier eens een keer te gaan kijken. Eén organisatie hield dit weekende de poorten net zo dicht als anders. OPCW, de organisatie die zich bezighoudt met controle op chemische wapens, had het te druk met de situatie in Syrië. En bij de andere organisaties is het vanaf vandaag ook weer, net als altijd, deuren dicht.